Twee maanden na begin van de coronacrisis mag het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen eindelijk de deuren weer openen. Maar wat merken de bezoekers ervan? Hopelijk hebben ze er geen last van, maar ze gaan het wel merken. De bezoeker merkt bijvoorbeeld al, hoe gaat hij überhaupt zien dat we open zijn? Dat heeft natuurlijk met marketing te maken. Een van de 120 punten waar we aan hebben te voldoen in het museumprotocol is bijvoorbeeld dat wij alleen maar regionaal mogen promoten. Dus dat doen we ook. Dus we verwachten veel bezoekers uit de regio. We verwachten sowieso weinig bezoekers uit het buitenland. En ik denk dat de schoolreisjes bijvoorbeeld die normaal in juni zijn, zullen we ook niet hebben. Sowieso is de maand juni meestal al een rustige maand. Dus ik denk ook dat we op een rustige manier kunnen starten. Want uiteindelijk moeten dingen wel veilig gaan. En pas als het echt open is, dan ga je kijken of al die maatregelen die we hebben genomen, of die goed werken. Als de bezoeker dan besluit om naar het museum te komen, wat we natuurlijk wel hopen dat er gaat gebeuren, dan gaat hij naar een website toe van ons, want je moet van tevoren reserveren. We hebben de dag verdeeld in timeslots, dus je belt voor een timeslot om te komen. Dus per kwartier gaat dat. En daardoor weten wij voortaan ook hoe de bezoeker verspreid over de dag gaat komen. Vervolgens komt de bezoeker en dan kan hij helaas niet met de boot. Dat is een van de eerste dingen die voor ons al duidelijk werd. Door de 1,5 meter maatregel en de boot is al lang en smal, als voor de helft maar overdekt. Dus bij slecht weer gaan mensen allemaal naar achter onder het overdekte gedeelte. Dus dat zou geen veilige situatie opleveren. Dus het was voor ons al vrij snel duidelijk dat met die 1,5 maatregel de veerboten niet kunnen varen. Dus hebben we contact gezocht met de andere ondernemers op Enkhuizer Zand, Droomparken, Thomas de Boer, Matthijs de Vries van Sprookjes Wonderland. En die zeiden allemaal meteen, Stefan, dit is een bijzondere situatie, het is een tijdelijke situatie en we moeten elkaar de brand helpen. Dus prima als jullie daar gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen die daar zijn. En dus daar zijn we heel blij mee, met die solidariteit en met die steun. Dat betekent dus dat we konden voldoen aan het protocol, want dat schrijft onder andere voor dus dat je geen bezoekstromen, die moet veel mogelijk gescheiden zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat je een aparte ingang moet hebben en een aparte uitgang. Nou, dat konden we dus dan realiseren doordat alle bezoekers komen bij de dienstingang naar binnen. Daar hebben we ook de ruimte om mensen op te vangen. Dan hebben we kassacapaciteit uitgebreid naar 4 kassa's, 4 rijen. Ja, als mensen uit te stappen willen ze toch ook wel graag naar het toilet. Extra toiletunits neergezet. En op die manier denken we dat we de mensen heel veilig en eigenlijk ook wel comfortabel kunnen opvangen. En dan staan ze bij de kassa en dan staat het personeel van Paulien klaar om ze op te vangen. Ja, en hoe gaat dat? Want ik kan me voorstellen dat de kassadoorstroom sneller is dan het oude systeem aan de dijk. Hè? Want mensen hebben een ticket al. Ja, klopt. Dus. Ja, we hebben daar natuurlijk in het verleden ook ervaring op gedaan met Zuiderzeelicht, waar we natuurlijk ook met tijdsloten werken. Dus ja, mensen hebben dan een kaartje, dus alles is al geregeld. Dus ze scannen hun kaartje en vervolgens lopen ze door. Dus wij verwachten dat de doorstroom sneller gaat dan als je nog een kaartje moet kopen en nog even vragen hebt en dat soort zaken. En dan wordt allemaal. Op park hebben ze vrij spel voor de rit. Er is geen maximale verblijfsduur. Nee, maar we weten uit onderzoek wel dat gemiddeld mensen 2,5 à 3 uur blijven. We gaan dat ook bijhouden. We beginnen ook met in eerste instantie met een beperkt maximaal aantal. We mogen op basis van de nette oppervlakte mogen meer mensen ontvangen, maar daar hebben we niet voor gekozen. Juist om te kijken of in deze tijd of nog wat verandert. Of mensen misschien langer blijven, want daar moet je dan rekening mee houden. Eerst uitproberen hoe het gaat, dus en loopt het goed, kan de capaciteit uitgebreid worden eventueel. Ja, maar misschien wel ook goed vertelde mensen vragen zich af waarom moeten we reserveren. Dat heeft natuurlijk wel mee te maken dat mocht iemand corona hebben en andere mensen besmet hebben, en dan is het nu ook verplicht dat je dan die mensen moet kunnen waarschuwen. Dus daarom moeten mensen allemaal kaart van tevoren kopen, want dan hebben we een e-mailadres, waardoor die mensen dan benaderd kunnen worden. Van, goh, u was op een moment aanwezig in het museum dat er ook iemand was die besmet was, dus let goed op. En dus dat moet ook allemaal volgens dat protocol. Mensen zijn terug te traceren als er toch problemen ontstaan in ieder geval. Er moet ook gezondheidsverklaringen aanvinken als die bij de kassa ook staan. En de mensen die niet kunnen online reserveren om verschillende redenen, bewind,
geen internetverstand, want die zijn er ook. Ja. Ik neem bijvoorbeeld als ik alleen mijn schoonmoeder al kijk, als die internet hoort, rent ze hard weg. Ja. Nou, wij merken dat mensen ons dan bellen en dan wordt dat door onze afdeling sales wordt dat opgevangen en wordt dat op die manier geregeld. Dus dat is, het komt niet veel voor, want dan is er altijd wel iemand in de familie die het kan. Maar als het voorkomt, dan is het altijd via de, dan wordt het via de receptie, komt dat binnen en dan wordt dat doorgezet naar onze afdeling sales en reserveringen en dan wordt het op die manier voor die mensen geregeld.